Dag beste Zoerselaar, welkom op onze vierde studiedag ondertussen, ditmaal over het thema mobiliteit. Bij mij zit Tom van Moensel. Tom, voor de vierde studiedag, zoals gezegd, het thema mobiliteit. Na onze vorige studiedagen rond veiligheid, inspraak en transparantie en lokalisme, leefbaarheid, komen we nu toe aan het onderwerp dat denk ik in Zoersel het meest besproken is in de lokale politiek. Net zoals bij de vorige studiedagen zijn jullie gestart met een enquête te doen bij ditmaal 250 Zoerselaars die hebben deelgenomen rond het thema. Ik heb die vragen en antwoorden eens eventjes doorgenomen. Toch twee heel opvallende vond ik. De mening van de Zoerselaar over het al dan niet invoeren van fietsstraten en het knippen van straten. Kan je mij er eens iets over zeggen over die resultaten en ook wat de mening is van Vlaamplein Zoersel erover? Zeker, zeker. Nee, het is duidelijk dat mobiliteit een belangrijk thema is. Hè. 250 reacties op onze enquête, dat is echt best veel. En inderdaad, we hebben gevraagd naar hoe dat de Zoerselaar tegen die fietsstraten aankijkt. De reactie was vrij simpel. 75% zegt eigenlijk, wij willen die fietsstraten niet. Wij zijn er geen voorstander van. En wij zien verschillende nadelen. Een van de belangrijke nadelen is dat het toch een bepaalde manier van, of een bepaald gevoel van onveiligheid geeft aan de fietser. Dat ze een auto constant achter moet blijven. En dat het op zich waarschijnlijk niet de slimste manier is om de fietsveiligheid te garanderen. Dus ik denk, Vlaams Belang Zoersel is toch wel meer voorstander om te kijken, kunnen we niet, als we die straten gaan herbekijken, zorgen dat die stromen beter uit elkaar geraken of op een andere manier beter georganiseerd worden, zodat er minder conflicten zijn tussen de fiets en de auto of de fiets en de voetganger en dat we dat eigenlijk op een slimme manier moeten gaan aanpakken door die straat misschien te moeten gaan herorganiseren. Het is ook wel zo dat er op bepaalde plekken gewoon de fietsstraten zijn waar dat misschien niet echt nodig is en dat kunnen we natuurlijk ook gaan herbekijken of wat die dan wel effectief nodig zijn. Het andere, en dat is echt iets dat erg leeft, is het knippen van straten, waar dat je toch vaak ziet dat het lokaal in de straat zelf heel veel verkeer weghaalt. Anderzijds zie je dat het gewoon verspreidt het verkeer zich naar andere plekken. Hetzelfde, van de 250 mensen die we bevraagd hebben, 77% tot 80% van de mensen zeggen eigenlijk van, wij willen die knips niet. Mm-hmm. En de mensen begrijpen best erg goed dat het misschien lokaal hun vooruit helpt, door minder auto's in de straat. Anderzijds zien ze ook wel dat ze zelf moeten rondrijden, dat ze zelf meer kilometers moeten doen, waar niet noodzakelijk ook vergroenen is, in de zin van dat het dan ook weer meer emissies komen. Het kan ook veiligheidsproblemen geven. De ziekenwagen kan niet meer binnen of kan niet goed niet meer bereikt, heeft geen goede bereikbaarheid enzovoort enzovoort. Dus ik denk dat daar best de Zoerselaar vrij objectief kan kijken en zeggen van kijk, dit vinden we toch geen slimme manier. Dus ik denk dat wij als Vlaams Belang Zoersel, dat is gewoon een van de, is eigenlijk het uitgangspunt dat we geen knips in de straten willen. En dat we eigenlijk op een goede manier die analyse moeten doen om vervolgens te zorgen dat het verkeer op de juiste manier ontplooit in Zoersel zelf. Ja. Bij de enquête kon ook heel wat Zoerselaars, of hebben heel wat Zoerselaars hun opmerkingen ook kunnen geven. Heel veel van die opmerkingen gingen over overdreven snelheid, of toch op zijn minst het gevoel van overdreven snelheid. Jullie hebben er een apart hoofdstukje aan gewijd in de brochure. En jullie komen met een stappenplan om die snelheid te handhaven in verschillende straten. Hoe zijn jullie te werk gegaan of wat is het voorstel? Dus het voorstel is eigenlijk dat we vanaf dat we beginnen met meten. Hè. Meten is weten, zoals ze zeggen. We beginnen eigenlijk te kijken van hoe is de stand van zaken, hoe is de toestand van het netwerk, het Zoerselse wegennetwerk op dit moment, hoe ziet dat er nu uit? Mm-hmm. Waar zit de overdreven snelheid? Waar zitten de rare verkeersstromen? Hoe kunnen we dat? En dan moeten we natuurlijk op dat moment, als we die in kaart hebben gebracht, moeten we gaan meten. Hè? Mm-hmm. Om te weten, moeten we meten. Dus we gaan dan eigenlijk kijken van, in al die straten, waar zitten de issues? Is het wel effectief een probleem? Mm-hmm. Als we het meten? Of is het eerder een gevoel? En dan, op dat moment, als we dan gaan we eigenlijk al die data terugkrijgen, kunnen we verzamelen wat we hebben, gaan we die analyses doen. Met die analyses kunnen we dan ook aangeven, daar zitten de prioritaire straten, daar zitten de top 20, 30 straten waar we eigenlijk wel problemen zien, waar we iets mee moeten doen. En als we dat dan hebben gedaan, dan kunnen we kijken, wat willen we er dan mee doen? Wat zijn dan mogelijke oplossingen? Denk aan slimme verkeerslichten. Als we die bijvoorbeeld installeren, dan gaat dat de snelheid remmen. Als je te snel rijdt door het verkeerslicht, dan gaat het automatisch op rood komen. Weet
ik het wat allemaal. Dus dan kunnen we kijken van hoe gaan we dat dan aanpakken. En dan na een jaar moeten we natuurlijk gaan evalueren, want het is niet iets even snel iets inzetten en dan zeggen we nu is het opgelost voor altijd. Nee, je moet wel kijken, heeft het effectief resultaat gehad, de acties die we hebben ondernomen. Dus dat zijn de verschillende stappen die we als Vlaams Belang eigenlijk voorstellen. Om even kort samen te vatten, eerst zeer goed analyseren van in welke straten hebben we objectief echt een snelheidsprobleem. En dan met die de grootste 20, 30 probleemstraten, want ja, je kan een euro ook maar één keer uitgeven natuurlijk, daar voor een echt handhavingsbeleid gaan door bijvoorbeeld camera's of slimme lichten of dergelijke. Oké, duidelijk. Nog een laatste element dat altijd in alle brochures terugkomt, zijn een reeks concrete voorstellen. Eentje dat ik er van rond mobiliteit toch zou willen uitnemen, is jullie voorstel voor de heraanleg van de Zoersel-Steenweg in Sint-Antonius, ook wel de baan aan de Colruyt genoemd, of veel Zoerselaars gaan die straat beter zo kennen. En ook wel gelijkaardig, maar laat ons vooral over de Zoersel-Steenweg hebben, gelijkaardig ook eigenlijk de situatie in de Kerkstraat aan de school de Kiekeboes. Hoe zien jullie daar in de toekomst, als jullie deel mogen uitmaken van het bestuur, daar de nieuwe verkeersafwikkeling gebeuren? Ja, het probleem daar is toch echt wel parkeerplaatsen die op de straat zijn, waardoor dat het eigenlijk bijna onmogelijk wordt om met elkaar te kruisen zonder bijna spiegels eraf te rijden of de geparkeerde auto's hun spiegels eraf te rijden. Dus ik denk, als we naar die situatie kijken, dan is eigenlijk het voorstel van Vlaams Belang Zoersel om die parkeerplekken in de straat op te heffen. Dan is er ruim voldoende parkeerplek in de buurt en rond de straat, in de parking van de Colruyt, andere privéparkings om de wagens neer te zetten. En dan ga je natuurlijk meer open ruimte krijgen, waardoor dat die straat terug breder wordt, waardoor je makkelijker met elkaar kunt kruisen. Dat heeft natuurlijk misschien mogelijk weer het negatieve gevolg dat er misschien te snel gereden gaat worden in die straat. Dat moeten we dan aanpakken door de slimme verkeerslicht neer te zetten of camera's neer te zetten, zodat dat toch die snelheid getemperd blijft. En natuurlijk, het beeld kan ook weer wat aangepast worden door bijvoorbeeld het voetpad te scheiden van de weg, door een haag neer te zetten of een andere scheiding, zodat het wegbeeld ook weer wat smaller wordt, maar ook dan weer wat groener kan zijn en weet ik het wel, zodat je dat ook het veiliger wordt voor de voetganger en dat de snelheid ook weer extra getemperd kan worden. Ja. Dus zo proberen we eigenlijk bijvoorbeeld de straat van de Colruyt, maar ook de Kerkstraat in Zoersel zouden we eigenlijk op vergelijkbare manieren kunnen aanpakken. Ja, oké. Ook daar als ik nog even kort mag samenvatten, dus de parkeerstroken aan de andere zijde dan die van de Colruyt, die eigenlijk gewoon weghalen. Op die manier creëren we enerzijds ruimte waardoor de auto's zich kunnen kruisen zonder het zigzaggen wat er nu moet gebeuren. En hebben we nog ruimte over om bijvoorbeeld een haag te plaatsen om de voetganger toch wat extra veiligheid te geven. En anderzijds gaan we aan de snelheid echt handhaven door bijvoorbeeld slimme verkeerslichten. En op die manier hebben wij een win-win die zeer betaalbaar is. Heel duidelijk. Tom, ik dank jou van harte voor ook weer deze studiedag op te stellen en ook dit vraaggesprek te hebben met ons. En voor de Zoerselaar, bent u geïnteresseerd door heel onze brochure? U kan er alles vinden op zoersel.vlaamsbelang.org, net zoals alle andere brochures. En ik kijk samen met u uit naar de verkiezingen van 2024. Ga voor een weloverwogen stem en neem nu alvast onze verschillende studiedagen door met onze visie op Zoersel. Ik dank u.